Port of Antwerp streeft naar een circulaire en klimaatneutrale toekomst. Samen met bedrijven in de haven zoeken we oplossingen om duurzaam om te springen met natuurlijke hulpbronnen. Zo hergebruiken we grondstoffen als basis voor nieuwe chemische processen en producten. Dat noemen we circulaire chemie. De meeste grondstoffen die we vandaag gebruiken komen uit de bodem. Uit aardolie, aardgas en zelfs uit steenkool. Door deze te verwerken komt er CO2 vrij in de atmosfeer. Door grondstoffen te hergebruiken vermijden we dit. Een toepassing van circulaire chemie is bijvoorbeeld plastic afval verwerken tot olie. Uit die olie maken we plastic korrels die vervolgens inzetbaar zijn in de medische sector, energiesector of voor verpakkingen. Samen met enkele grote chemische bedrijven ontwikkelen we infrastructuur om CO2 op grote schaal op te vangen en op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. Tegen 2030 willen we de helft van de 18 miljoen ton CO2 die onze haven jaarlijks uitstoot, opvangen. In een volgende stap hergebruiken we die CO2 op grote schaal voor de productie van diverse producten. In de haven hergebruiken we dus grondstoffen, maar zetten we ook in op de uitwisseling ervan. Zuiver water is zo een belangrijke grondstof voor de industrie. Samen met Universiteit Antwerpen brengen we in kaart bij welke bedrijven in de haven water hergebruikt of uitgewisseld kan worden om schaarste tijdens droge maanden tegen te gaan. En de haven blijft extra ruimte creëren voor duurzame industrie. Zo vormt Port of Antwerp de voormalige General Motors site om tot de Next Gen District. Een hub voor innovatieve bedrijven in de circulaire economie. Elke dag zetten vele experten zich in om van Port of Antwerp een circulaire en klimaatneutrale haven te maken tegen 2050.